De burgemeester is in Schavenzande en gaat langs bij ondernemers. Ik maak een rondje langs alle dorpen in de gemeente Westland om ze te informeren hoe het allemaal gaat. Ook bij de ondernemers die het natuurlijk best lastig hebben in deze tijd. Sommige ondernemers, daar is de verkoop bijna voor stilgevallen. Horeca is natuurlijk gesloten. Ik moet toch eens even informeren hoe het met ze gaat, hoe ze het opvangen. Ongerustheid is er ook voor dit weekend. De temperatuur gaat omhoog. Normaal gesproken wil iedereen erop uit. En ik snap dan ook dat een heleboel mensen eruit zouden willen gaan. Mijn oproep is toch aan de mensen van, als u eruit gaat, zorg ervoor dat u dan niet de grote mensenmassa's opzoekt. Zorg ervoor dat u niet naar het strand gaat. Blijf een beetje uit elkaars buurt. De burgemeester van Den Haag wil desnoods stranden sluiten. Nou, wij hebben al de parkeerterreinen bij de stranden afgesloten. Dus daarmee proberen we de mensen die hier naartoe willen komen te ontmoedigen om hier naartoe te komen. Maar we hebben ook voorbereidingen getroffen als er toevallig wel heel veel mensen naar het strand gaan. Dan worden ook hier de stranden afgesloten. En dan worden de mensen ook opgeroepen van het strand te gaan. En als ze dat niet snel genoeg doen, dan volgt ook een boete.